Goed, de tweede helft van dit college gaat dus over hyperspectrale imaging. En daar hebben we het al even over gehad. Dat zijn speciale camera's die dan een hele stapel beelden bij verschillende golflengtes te maken, zo'n hypercube. Maar er zitten wat verschillen met gewone spectroscopie die ik even duidelijk wil maken. Op de eerste plaats is van hoe werkt dat nou? En er zijn twee manieren waarop je hyperspectrale beelden kunt maken op dit moment. Er zijn er een paar meer, maar de meest voorkomende is de pushbroom camera, zoals dat heet. En dat heet zo omdat die als een soort bezem over het sample heen gaat. Want een pushbroom camera is in feite een lijn imager. Dus dat wordt het apparaat begint met een spleet en die spleet wordt afgebeeld op de chip van de camera. En daar zit een dispersief element in. Dus als de spleet in de richting van X ligt, dan worden er een hele rij spectra op de camera afgebeeld. En dat is dus maar een beeld in één dimensie. Hè? En de tweede dimensie wordt gebruikt voor de golflengtes. Om nou toch van ook in de Y-richting een beeld op te kunnen nemen. Momentje. Om nou ook in de Y-richting een beeld op te kunnen nemen, moet je dus het sample langs die spleet scannen. Of je scant de camera over het sample heen. Dat is natuurlijk hetzelfde. Het nadeel hiervan is dat dat dus langzaam is, dat dat mechanische actie vereist. Maar het voordeel is dat je een heel groot aantal golflengtes hebt. Hè, afhankelijk van hoe je je camera ontwerpt met wat voor dispersief element en wat het aantal pixels in je chip. Maar je hebt hier dus een heel groot aantal golflengtes te pakken. En je kunt zelfs hele hoge resolutie bereiken als je spectrale resolutie, als je dat zo ontwerpt. Of een heel groot breed bereik. Dat is dus een mooie techniek, een mooie truc. In de praktijk systeemcamera, dit is een voorbeeld van een commercieel verkrijgbare camera. Dit is dus gewoon de lens waarmee je kijkt, maar achter die lens zit een spleet. En die spleet wordt via een holle spiegel als parallele bundel op een rooster gegooid, een grating. En verschillende kleuren reflecteren daar vandaan onder verschillende hoeken. En een tweede holle spiegel focuseert dat weer op de lijn. Alleen nu heb je daar dus verschillende kleuren te pakken. Nou, en dan heb je hier dus je 2D-beeld. Er staat hier één spleet, maar dat zijn dus één lijn. Maar dat is dus maar een beeld van het middelste punt van deze spleet. Er staan al dus een heleboel van die spectra naast elkaar in 2D op de chip. Nou, de tweede wat je dan vervolgens moet doen met zo'n camera is bijvoorbeeld je sample scannen onder je camera door. En dan iedere keer beelden opnemen. En op die manier bouw je dus je hypercube op. Dus zoals ik al zei, dat is dat kost een paar minuten. Dat is vereist mechanische actie. Het is allemaal een beetje, experimenteel werk is het niet zo'n probleem. Maar het is niet een hele praktische manier van beelden maken. Een veel praktischer aanpak is de hyperspectrale snapshot camera. En dat is een camera met bijvoorbeeld 2 megapixels. Er zijn er wel van meer, maar duidelijk nog een ontwikkeling. Dat je dan vervolgens in bijvoorbeeld groepjes van in dit geval 16 pixels bij elkaar haalt. En dat je op elk van die pixels een ander bandpasfilter zet. En dat doe je dan voor elk groepje van 16 pixels. Je moet je voorstellen dat zo'n pixel is 10 bij 10 micrometer of zo. Dus het is nogal een toer. Dat moet je echt integreren in je halfgeleiderontwikkeling. Dat moet op de wafer gebeuren. Vervolgens ga je al die pixels sorteren aan de hand van golflengtes. En op die manier maak je dan je hyperspectrale beeld. Een groot voordeel hiervan is dat dit snel is. Dit is in één klap, pas heb je je hele hyperspectrale datacube te pakken. Maar het aantal golflengtes is beperkt. En de precieze golflengtes, ja, die zijn bedacht door die ingenieur die die chip ontworpen heeft. En eventjes teruggaan en zeggen van, nou, die ene golflengte kan die 5 nanometer opschuiven. Dat gaat niet zo simpel. Want dan moet je een hele nieuwe chip maken. En die dingen die komen dan meteen met 100 op één wafer. En dat kost
klauwen met geld. Maar uiteindelijk, als je een toepassing hebt, zodat je precies weet waar je golflengtes, welke golflengtes je nodig hebt, dan kun je inderdaad zo'n camera ontwikkelen en dat razendsnel en ook relatief simpel doen. Voor wetenschappelijke toepassingen waar we het vandaag over hebben, gebruiken we zo'n pushbroom camera, omdat we daar zoveel mogelijk golflengte informatie hebben. En als wetenschappers zijn we geduldig, dan doen we er maar een paar minuten langer over. We willen niet een heel onderzoek opzetten en misschien net de kritische golflengtes die je nodig hebt voor een goede diagnose missen, omdat die toevallig niet in die chip zit. Dus de snapshot camera is iets voor de toekomst. Wij gebruiken nu de scanning camera's, de pushbroom camera's. Nou, er is een groot verschil met fiberoptische aanpak en dat is het volgende. Op het moment dat je camera op een bepaalde pixel op het weefsel, een stukje locatie op het weefsel, wordt afgebeeld op een pixel, dan ontvangt die pixel licht wat bijvoorbeeld via deze weg naar het oppervlak gekomen is, of via die weg, of gewoon subdiffuus net onder de pixel ontstaan is. Dus het punt is dat je met hyperspectraal imaging zowel subdiffuus als diffuus meet. En dat betekent dus dat je niet zomaar een diffusietheorie kunt loslaten op je beeld, want er zit ook een hoop subdiffuus licht bij. Dit is dus hetzelfde probleem als wat we hadden met die vuist van mij waar dat ledje in zat. Deze subdiffuse reflectie is weinig verzwakt, omdat het zo oppervlakkig is. Er is weinig absorptie plaatsgevonden. Dus die is veel sterker als de diffuse reflectie uit de diepte. En als ik dus hier een ledje neer zou zetten, dan kan dat in principe kan dat licht wel hier aankomen. Maar als die camera dat moet zien, kun je beter eerst deze lamp uitzetten. Goed. Verder zijn we bezig met een hoop diffuus licht. En dat licht van die ene pixel komt dus van allerlei plaatsen af. Niet alleen van het gebiedje onder de pixel. En dat betekent dus dat er informatie wordt opgehaald uit een veel groter volume. Voor diffuus licht in het zichtbare is dat blauw-groen typisch een kubieke millimeter. Maar in het rood nabij infrarood kan dat wel een kubus van een kubieke centimeter zijn. Dus bij hyperspectrale imaging is het belangrijk om je te realiseren dat de sampling depth, dus de hoe diep kijk je, en ook de optische resolutie, van hoe scherp kijk ik, worden bepaald bij de optische eigenschappen. Dat is dus hetzelfde probleem als wanneer je in de mist een foto probeert te maken, dan wordt dat beeld niet scherp als je daar een hele dure camera met veel pixels tegenaan gooit. Het beeld is onscherp vanwege de mist en niet vanwege de camera. Goed, en verder is er nog een tweede verschil met fiberoptische spectroscopie en dat zijn de speculaire reflecties. Met die fibers in contact met het weefsel zien we geen reflecties van geen Fresnel-reflecties van het oppervlak. We zien alleen reflecties die door het weefsel heen gegaan zijn. Als je een camera zo opstelt, dan zul je dus ook een reflectie op het oppervlak krijgen. Dus met hyperspectrale imaging op deze manier zie je zowel diffuus licht, subdiffuus licht als speculaire reflectie. Nou, en dan krijgen we een probleem van een verschijnsel dat heet glare in het Engels. Er is niet echt een Nederlandse term voor. De diffuse reflectie en de subdiffuse reflectie, dat is licht wat in het weefsel geweest is en vervolgens in alle richtingen het weefsel uitkomt. Speculaire reflectie is een spiegelachtige reflectie, een spiegeling van het oppervlak, dat ketst onder dezelfde hoek van inval. Ketst dat er weer af, dat is heel duidelijk, dat kennen we heel goed. Maar glare is dus het verschijnsel dat je aan datzelfde oppervlak niet alleen maar spiegelende reflectie hebt, maar ook iets wat eruit ziet als diffuse reflectie. En het is ook gewoon, het zijn ook speculaire reflecties, maar het heeft te maken met de microstructuur van het oppervlak. Als dat oppervlak namelijk niet netjes gepolijst is, zoals een spiegel, dan heb je dus speculaire reflectie in allerlei richtingen. En als dat oppervlak een beetje
een beetje ruw is, dan ziet de speculaire reflectie, komt eruit in alle richtingen en dan is het net alsof je naar diffuse reflecties kijkt. En ook dat is weer een probleem, want het is informatie die niet uit de diepte komt van de optische eigenschappen, maar van de oppervlaktestructuur. Je moet het dus vergelijken met het volgende. De diffuse reflectie, dat is echt mist. Licht is hier binnen geweest, in de diepte. Daar, je ziet nog net een schaduw hier van een paar bomen en hier van een hoog gebouw. Maar je ziet ze amper. Speculaire reflectie is echt spiegelende reflectie aan het oppervlak. En glare is de spiegelende reflectie aan een gezandstraald oppervlak. Het spiegelt niet meer, je herkent niets meer. Het lijkt op. Het is net zo diffuus als dit, maar het is wel degelijk van het oppervlak. En een voorbeeld hoe dat er in weefsel uitziet is deze. Iemand heeft zich met een hamer op zijn duim geslagen, zijn vinger geslagen. Je ziet hier duidelijk roodheid ontstaan van de kneuzing, het trauma. Maar wat je ook ziet is die witte streep reflecties. En dat zie je hier beter, omdat het weefsel een beetje strak staat. Dan is dat net iets gladder. Dit is dus de glare waar we naar op zoek zijn. Je ziet hem hier een beetje, je ziet hem hier een beetje. En de diffuse reflectie hier is rood. Hier roze, omdat er minder bloed in zit. Omdat hier niet geslagen is. Hier heeft het trauma plaatsgevonden. Maar die wittige reflectie, dat is de glare. En die is dus anders van spectrum. En die kan mijn hyperspectrale imaging dus enorm beïnvloeden. Hoe komt het nou dat die glare wit is? Nou, wit is, glare is een vorm van speculaire reflectie. Onder 90 graden gaat dat met de Fresnel-reflectie. En die is alleen maar afhankelijk van de brekingsindex. En de brekingsindex die varieert nauwelijks met de golflengte over grote gebieden. En je ziet dus als je netjes de brekingsindex van water toepast en je rekent het dan uit van lucht naar water, dan zie je dus speculaire reflectie, die is vrijwel vlak. En voor vet is die ietsje hoger, dan zit die ongeveer op de 3,5%. En dat is dus het probleem. Dus de speculaire reflectie bevat dus wel degelijk informatie, maar informatie van de brekingsindex van het weefsel net aan het oppervlak. Dus als we allerlei variaties zien in spectra door variaties in optische eigenschappen, dan ziet dat er zo uit bijvoorbeeld. Je ziet dat die absorptiedips verschillen. En dat heeft te maken met verschillende concentraties van absorbers. Je ziet de hoogte van die spectra veranderen. Dat kan met de verstrooiing te maken hebben. En hier zie je zo'n soort translatie in verticale richting. En dat heeft te maken met verschillen in speculaire reflectie en glare. En dat, die mix van speculaire reflectie is dus een complicatie voor onze spectrometrische, voor onze spectra, want als we die willen gebruiken. Nou, als we nou een beeld opnemen met onze hyperspectrale camera, daar heb je hem weer. Dan krijg je dus bijvoorbeeld een beeld als dit, met heel veel van die witte spikkeltjes. Dit is een stuk weefsel, wat net 2 minuten voordat het beeld opgenomen is, uit de borst van een vrouw met borstkanker verwijderd is. Dit is dus het stuk waarvan de chirurg denkt dat hij moet verwijderen. Daar zitten wat hechtdraadjes aan voor de oriëntatie. Verder hebben we een paar zwarte stippen opgezet als markering. Dat is een onderdeel van een ander onderzoek. Wat belangrijk is, zijn de witte stipjes hier. En als je dus bijvoorbeeld naar dit gebiedje kijkt, dan zie je dus een heleboel spectra die subtiel van vorm veranderen, maar vooral van een soort offset variatie hebben. Nou, er is natuurlijk een manier om dat eruit te krijgen, puur op grond van de data alleen. Die is in kunstmatige intelligentie heel populair bij spectroscopisten. En dat heet standard normal variate normalization. Dat werkt heel goed. En wat je dan doet is je voor elk spectrum verander je de offset en de amplitude dusdanig dat binnen één spectrum het gemiddelde 0 wordt. En de standaard deviatie 1. Nou, dat betekent dan worden alle spectra gemiddeld 0 en de amplitudes variëren ook niet zoveel meer. Die rode band die je nu nog ziet, dat is de werkelijke variatie in de vorm van de spectra, van al deze spectra. Maar ja, als fysicus raak ik hier wel een beetje ontevreden van, want we gooien een heleboel informatie weg. Oké, standard normal variate normalization haalt inderdaad de glare weg, maar verwijdert ook de absolute intensiteitsinformatie.
En dus alle informatie die met verstrooiing te maken heeft. En ook de glare zelf, die informatie over de brekingsindex bevat, die is weg. En daar willen we misschien toch niet helemaal aan toe. Bovendien moet je realiseren dat als je hyperspectrale imaging wilt gebruiken om te kijken, om een visueel beeld te maken, dan moet je realiseren dat die oppervlaktereflecties, die speculaire reflecties, ongelooflijk belangrijk zijn voor het menselijk oog en dus ook voor camera's, om te kunnen focusseren. Hier rechts zie je een marmeren beeld. En marmer is een mooi diffuus medium. Hier zitten weinig onzuiverheden in, dus je krijgt een prachtig wit beeld, maar je ziet het. Je ziet aan de rand, hier kun je scherp zien, maar hier zie je bijna niks meer scherp. En dat komt omdat al dat licht wat van diffuse licht, wat hier vandaan komt, is diffuus. En ja, dat is moeilijk op te focusseren, want dat komt overal vandaan. Deze foto laat zien, een foto zien van een extreme verweerde huid met overal groeven en pukkels en haren. En dat zijn net dingen waar je keurig op scherp kunt stellen. Die rode kleur die ook meekomt, dat is de diffuse informatie. En die hebben we niet nodig. Dus, althans, die hebben we nodig voor onze hyperspectrale analyse. Maar niet voor het scherpstellen van het oog. En die structuur aan het oppervlak is dus geeft wel degelijk informatie over wat dit is. Als ik hier een foto van een jonge dame achter zet, dan zie je dat het veel gladder is. Dus er is wel degelijk informatie die iets zegt over het weefsel. Maar die niet direct met de diffuse reflectiespectra te maken heeft. Dus in noodgeval kunnen we die SNV-normalisatie gebruiken. Maar ik zou toch het liefst gewoon die glare ook meten. En kijken wat we daaruit kunnen halen. Goed, nou hebben we een experiment opgezet en ik ga eraan dat jullie goed opletten, want de opdracht voor vanmiddag gaat hier ook over. We hebben een sampletje liggen hier, we hebben een lamp en we hebben een hyperspectrale camera. Nou, als we daar licht op schijnen, ik gestippel de blauwe, dat noemen we de incident beam, dan krijgen we speculaire reflectie als het glad zou zijn. En als het een beetje gecurved is, krijgen we glare, dan gaat die speculaire reflectie in verschillende richtingen. En we hebben de diffuse reflectie. Nou, wat gebeurt er nou als we die lamp op een andere plek zetten? Nou, niet zoveel. Het diffuse licht verandert nauwelijks. Er zitten Cochine-sterren in, dus het diffuse licht wordt wat minder sterk. Of wordt in dit geval wat sterker per vierkante meter. Maar verder verandert er niet veel. Maar wat er wel verandert, is de richting van de glare en de speculaire reflectie. En dat is belangrijk om te weten. Dus op het moment dat we de illumination angle, de belichtingshoek veranderen, dan veranderen we de bijdrage van de glare aan het beeld. Nou, en dat zijn we eens gaan uitproberen onder onze hyperspectrale camera. We hebben de plaats van de lamp veranderd. Nou, als we op één plek de lamp zetten en we nemen ons beeld op. En dit is dus een hyperspectraal beeld en ik heb om te zorgen dat ik geen 256 kleurkanalen laat zien of 512 heb ik hier een RGB beeld van gemaakt en ik heb de 550, 700 en 850 nanometer kanalen heb ik in de rode, de groene en de blauwe kanalen van dit RGB plaatje gezet. Nou, vervolgens schuif ik de lamp op een andere plek en ik neem opnieuw een beeld op en dan zie je ineens dat het er toch wat anders uitziet. In detail. Je ziet bijvoorbeeld dit cluster van puntjes hier is veel intenser geworden en dit intense punt is eigenlijk bijna verdwenen. En zo als je goed gaat puzzelen, zie je hier een intens punt, dat is veel zwakker geworden. Nou, deze punten zijn veel intenser dan die. Ga zo maar door. Nou, vervolgens zetten we hem weer op een andere plek en herhaalt zich dat patroon weer. Dus wat we zien is dat die hotspots van glare, dat die hotspots van glare duidelijk. Oké, ik zit hier wat aan te wijzen en ik krijg nu net door via de chat dat misschien niet te zien is. Maar je ziet duidelijk, als je hier langer kijkt, dan zie je op allerlei plaatsen zie je verandering van die witte spikkels en die halo's die eromheen zitten. Dus de plekken waar je
waar je glare hebt en speculaire reflectie, die veranderen van plaats in het beeld. En in principe heb je nu, omdat je drie beelden hebt, zou je voldoende informatie moeten hebben om dat eruit te kunnen rekenen. Daar gaat de opdracht vanmiddag over. Maar als je dat dus netjes doet, de simpelste manier om dat te doen is gewoon, het is ook de snelste manier, want het is nogal een hoeveelheid data, maar de snelste manier om dat te doen, het goedkoopste algoritme, is gewoon per beeld, en die drie beelden naast elkaar leggen, en dan per beeld vergelijken welke pixel de laatste waarde heeft, want dat is degene met de minste glare. En als je dat doet, dan zie je dus links het ongecorrigeerde beeld en rechts het beeld met de gereduceerde glare. En je ziet duidelijk hier en daar nog wel wat spiegeltjes zitten, maar het is veel minder intens, veel minder erg als in dat andere beeld. Maar deze methode zijn we nog bezig te verbeteren. En jullie mogen er allemaal vanmiddag nog eens een gooi naar doen of je dat ook voor elkaar krijgt. Maar omdat we de glare kunnen verwijderen, weten we ook wat die is. En het subdiffuse beeld is hier links, dat is dus met de gereduceerde glare. Maar dit is dus de intensiteit van wat we weggehaald hebben. En dan zie je dus dat per locatie heel erg verschilt. Hier heb je veel meer spikkels en punten dan dat je hier hebt. En dat kan dus iets zeggen over de samenstelling van het weefsel. Want we denken, kijk, dit is natuurlijk slap weefsel. Hè? En de oppervlaktestructuur, die wordt misschien wel door het mes van de chirurg bepaald. Maar niet alleen daardoor. Maar het is zo'n soort balans tussen de oppervlaktespanning en de mechanische eigenschappen. Zo zal vetweefsel, wat veel slapper is, zal veel eerder strak vallen dan rafelig spierweefsel bijvoorbeeld. Dus ik kan mij voorstellen dat hier informatie in zit. We gebruiken deze informatie nog niet, maar we denken hier wel over om dat routinematig te gaan toepassen. Nou, en je ziet hier weer opnieuw die twee hengdraadjes in zitten. En dat is de standaard manier waarop een chirurg aangeeft hoe het sample uit de patiënt gekomen is. Dus een van de langste draad zit aan de kant waar de tepel zit. En de kortste draad zit aan de kant van het sample wat richting voeten wijst. En op die manier weet de patholoog altijd hoe het sample in de patiënt gezet heeft. Want dat is belangrijk om de diagnose te kunnen stellen. Goed, dan gaan we dit toepassen op borstkankerchirurgie. Nou, wat is er nou aan de hand met borstkanker? Ik heb twee soorten patiënten. Patiënten die al uitgezaaide kanker hebben. Nou, dat is een heel probleem. Daar gaan we het niet over hebben. En je hebt patiënten die geen uitgezaaide borstkanker hebben. Die hebben dus een tumor in de borst. En verder zijn ze geheel gezond. Nou, die worden al heel lang behandeld met chirurgie. Met heel goed resultaat van 95%. En bij dat soort kleine afwijkingen van 100% moet je je afvragen waar nou de fout in zit. Dat is deels toch misschien en dan komt het na 5 jaar, leven ze nog, zijn ze ziektevrij. Maar die 5% kan een diagnosefout zijn, dat er een metastase gemist is. Of dat er toch een echte fout in de chirurgie gemaakt is. Of dat die patiënt gewoon een nieuwe tumor heeft, dat kan ook nog. Maar een uitstekend resultaat. En tot voor kort, tot een aantal jaren geleden, gebeurde dat met een volledige borstverwijdering. En omdat de overlevingsresultaten zo goed waren, zijn chirurgen wat dapperder geworden. En die hebben de borstsparende operatie uitgevonden. Dus ze verwijderen minder weefsel. Nemen daarbij het risico dat er wat achterblijft. En het blijkt dat een uitstekende overlevingsresultaat heeft, maar dat betekent ook nog dat in 37% van de gevallen er een tweede vervolgactie nodig is. Ja, dus bij ongeveer 500.000 patiënten in Europa en Amerika wordt per jaar zo'n borstsparende operatie gedaan. En bij iets meer dan een derde wordt door de patholoog die dat sample onderzoekt, naar de hand nog kanker gevonden. En dat is natuurlijk kanker gevonden op de randen van het sample. Want natuurlijk zit er kanker in het sample, de tumor is verwijderd.
dat zit vol met kanker. Maar je snijdt er ruim omheen en de bedoeling is dat je dan op het snijvlak geen tumorcellen meer ziet. Nou, als die wel worden aangetoond, die tumorcellen, dan krijgt de patiënt, als het een klein beetje is, extra radiotherapie. Maar als er veel cellen zijn, dan moet er opnieuw een chirurgische ingreep gepleegd worden. En dat is toch echt een nachtmerrie voor de patiënt. En het is nogal een dilemma voor de chirurg. Wat wil je nou? Wil je een slecht cosmetisch resultaat? Of wil je het risico nemen om te weinig weg te halen? Nou, dit geeft ongeveer 3 miljard aan extra kosten in de westerse wereld, in Europa en de Verenigde Staten, op dit moment, per jaar. En dan nog eens een veelvoud daarvan waarschijnlijk aan additionele kosten. Trauma, plastische chirurgie, ziekteverzuim, noem maar op. Dus het is echt een probleem. Wat, al zou je het maar half oplossen, zou dat al enorm de moeite waard zijn. Zowel voor de kwaliteit van leven van de patiënt als financieel. En hoe moeilijk dat probleem is, is misschien geschetst door deze foto. Het is niet de meest gemakkelijke foto. Maar hier moet je realiseren dat de chirurg hier de tumor in moet vinden en daar ruim omheen moet snijden. Je kunt je voorstellen hoe moeilijk dat is. Als ik dit zo zie, dan vind ik het een wonder dat het maar in 37% van de gevallen een probleem is. Als je niet te weinig wegsnijdt, dan hou je een positieve marge over, zoals dat heet. Dus een marge waar nog tumorcellen in zitten, zodat het eigenlijk niet volledig is. Maar als je te veel weghaalt, ja, dan heb je onnodig zwaar beschadigd cosmetisch resultaat. En dat willen we ook niet. Dus dit is een uitdaging. En nou, hoe werkt het nu in de praktijk? De chirurg verwijdert zo goed en kwaad als die kan het weefsel. Dat sampeltje wordt gekleurd met verf aan de buitenkant. Dat is om de oriëntatie vast te leggen. Vervolgens wordt dat gekleurde sampel in plakken gesneden en in de formaline gelegd. Formaline fixeert het weefsel en vervolgens pakt de patholoog een aantal van die plakken eruit op basis van de CT-scan die gemaakt is voor de operatie. Bepaalt hij, en op zijn blote oog bepaalt hij welke de tumor bevat en welke de mooiste slice is. En daar worden dan hele dunne plakjes van gesneden van 5 à 10 micron. En die worden dan chemisch opnieuw gekleurd. Dus dan zie je allerlei verschillende cellen krijgen allerlei verschillende kleuren. En dit is dan vetweefsel. Dit is waarschijnlijk tumorweefsel of klierweefsel. Dit is dan bindweefsel. En dat wordt microscopisch onderzocht. En die verf die aan de buitenkant zit, die zegt je dan waar je ongeveer gezeten hebt in het sample. Maar die hele procedure duurt ongeveer een week. En dus die patiënt is al lang weer thuis. Die loopt de ijsberen en die zit af te wachten of die bij die gelukkige 63% hoort of niet. Nou, als het slecht nieuws is, dat betekent dat je een deel krijgt opnieuw chirurgie. De rest krijgt radiotherapie, wat ook niet altijd even fijn is. En dan moet je daarna weer zo lang in onzekerheid zitten of het wel echt weg is. Dus dit is niet fijn en het zou enorm interessant zijn voor de hele community als deze informatie al hier beschikbaar was, toen die patiënt nog op de operatietafel lag. Dan kan die chirurg namelijk makkelijk een stukje extra weghalen. Dat is een fluitje van een cent, helemaal geen probleem, als je nu maar vertelt waar die moet zijn. Nou, die real-time margin assessment, dat is een belangrijke challenge waar wij ons op gestort hebben met die prospectale imaging. Nou, wat zijn we gaan doen? We staan naast de chirurg op de operatiekamer. Het sample wordt verwijderd. Dat stuk gaat naar de pathologieafdeling. Dat wordt geverfd en gesliced. Vervolgens gaat dat in een cassette. En die cassette wordt gefotografeerd en er wordt een hyperspectraal beeld van genomen. Vervolgens wordt die cassette door de patholoog gefixeerd in formaline en chemisch gekleurd. En dan een paar dagen later gaat hij dat in een microscoop onder kijken. En dan gaat hij voor ons op deze foto met kleurtjes aangeven wat welk soort weefsel is. Nou, die informatie gebruiken wij dan weer om naast onze spectra te leggen. We hebben van in ons hyperspectrale beeld in elke pixel een spectrum. En van weefsel waarvan we precies weten wat het is. De patholoog zegt dat dit kanker is. Daar horen we dit spectrum bij. En dit is
een vroeg stadium van kanker, is het carcinoma in situ. Nou, dan wordt dat andere spectrum bij, et cetera. Dit is vet, en dit is connective tissue bindweefsel. En zo maken we een database met spectra met bijbehorende klassificatie. Dat is de, hè, en dan gaan we ons algoritme trainen. Dit is een voorbeeld van hoe we dat doen. In dit geval hadden we 22 samples. En dan ga je met Leave One Out, heet dat. Dan ga je op 21 patiënten ga je trainen. En op de 22e patiënt doe je, test je de klassificatie. En dat doe je dan 21 keer. En op die manier bepaal je op de dataset het beste algoritme. En je bepaalt een performance van je algoritme. Nou, en hoe ziet het er dan in de praktijk uit? Ik heb hier een aantal voorbeelden van samples. Dit zijn de doorgesneden samples. Hoe het er onder wit licht uitziet. Wat de patoloog ervan maakt nadat hij het aangekleurd heeft zelf. En wat ons hyperspectraal algoritme ervan maakt. Maar je ziet, dat is niet helemaal verkeerd. En aldoende verschillende situaties krijgen we verschillende soorten resultaten. Dus helemaal niet verkeerd. We hebben wel een verschijnsel gezien wat te maken heeft met de randen. Hier zie je een invasieve tumor met een duidelijke scherpe rand erin. Op de gekleurde koepen die de patoloog bekijkt, zie je dat ook. Op de microscopisch zie ik een hele duidelijke scherpe rand met de tumor. Maar dan doe je je hyperspectraalbeeld op hier en dan zie je inderdaad toch een rand tussen zit waarin die twijfelt tussen tumor en normaal. En dat probleem wordt groter naarmate je een diffusere tumor hebt. Dus als je een tumor hebt die uit allerlei kleine pockets bestaat. Dit roze gebied is ductal carcinoma in situ heet dat. Dat zijn beginnende tumoren die bij de klierweefsel beginnen. Die melkklier, dat zijn smalle kanaaltjes die door het weefsel lopen en van daaruit groeit die tumor. Je ziet dus overal van die kleine roze pockets, die worden door het algoritme mooi herkend, maar je hebt dus veel randgebieden en dus veel onzekerheid. Nou, die randgebieden, als je te scherp wilt kijken, dan zie je dat je dus steeds vaker, steeds meer fouten gaat maken. En we hebben dat ongeveer afgekapt op pockets van 2 bij 2 mm, dat is wat we kunnen zien. En dan hebben we een nauwkeurigheid die rond de 90% ligt voor de tumor. En hoe komt dat nou? Nou, we denken dat dat te maken heeft met de diffuse aard van het licht. Het licht wat er op bepaalde pixel naar boven komt, heeft een heel volume gevoeld als het ware. Heeft een heel volume doorreisd. Dus die informatie komt niet uit één punt. Ook al is die pixel aan het oppervlak op één punt gelokaliseerd, die informatie komt uit een heel gebied. En zoals je ziet is dat ongeveer een volume van 2 bij 2 mm, wat wel overeenkomt met de indringdiepte van licht, met de resolutie van het diffuse licht. Dus dat is een beperking van deze techniek. Maar als we dan kijken naar een hele serie patiënten, wat de performance van de techniek is, dan zien we hier wel weer onze sensitiviteit, specificiteit en accuracy. Nou, dan kunnen we de tumor heel nauwkeurig vinden, maar met name het bindweefsel en ook vetweefsel zit vaak vol met bindweefsel. Daar hebben we wat meer moeite mee. Hè? Dus als we op zoek zijn naar bindweefsel, dan zijn we heel nauwkeurig, maar in bindweefsel komt nog wel eens wat anders voor. Dus we hebben ook nog wel eens een specificiteit is wat minder hoog. Maar als het erom gaat om geen tumoren te missen, dan denk ik dat dit absoluut acceptabel is om in de kliniek te gaan gebruiken. Het is misschien niet helemaal perfect, maar realiseer je dat die 37% fouten, die 37% van de gevallen waarbij de patoloog nog tumorcellen vindt, die wijzen erop dat het blote oog van de chirurg een sensitiviteit van 63% heeft. En dan zijn wij toch een stuk beter. Goed. Maar we willen dit nu onmiddellijk doen op de OK, meteen nadat het is verwijderd. En niet een dag later als de patoloog al
geverfd en gesneden heb. Want dat gaat allemaal veel te lang duren. Dus we hebben nu zo'n lump, zoals dat heet, dat complete sample, wat uit de patiënt gehaald is. Dat scannen we 6 keer van 6 kanten, alsof het een kubus is. Dat is het niet, dus het zakt een beetje in elkaar, dat is nog een tekortkoming. Wat je dan krijgt zijn 6 beelden en die positioneren we dan als een soort kubus. Dan laten we 6 keer ons algoritme, hè, wat ik net heb laten zien, op los. En dan krijg je dit soort antwoorden. Dan zie je dus aan al die kanten en al die richtingen waarin je het sample bekeken hebt, zeg je maar nou hier zit wat, hier zit wat. Nou, en wat hier zit aan deze kant, dat is waarschijnlijk hetzelfde als deze. Maar goed, dit is dus zoals het nu gaat. Het duurt ongeveer 10 minuten. Dat is net, dat kan nog wel een keer versneld worden. Maar dat is voldoende real-time voor een chirurg om de operatie even op te houden. En dan, als hij dat ziet, dan zegt hij van nou, ik denk dat hier nog wat zat. Dat dacht ik al, maar ik wist het niet zeker. En dan haalt hij dat nog weg. Dat is het idee. Daar willen we nu gaan doen. Dus we willen nu de stap naar de kliniek maken. Maar ja, ga hier maar eens een camera opzetten. En zeker zo'n pushbloom-camera, dat is natuurlijk kansloos. Je kunt niet die hele patiënt onder die camera doorschuiven. En je kunt misschien die streep licht laten scannen. Maar het is zo'n variabel oppervlak. Dat kun je niet voor elkaar krijgen. Dus we hebben bedacht dat we voor de in vivo meting in de patiënt misschien toch terug moeten naar de fiberoptische meting. Dus we hebben nu een handprobe ontwikkeld die hierin wordt gesteriliseerd. Die mag hierin steken, daar zitten glasvezels in. En we hebben hem zo gemaakt dat hij op 6 plekken imaged. Dus het is eigenlijk een soort imaging, maar dan met 6 pixels. En omdat ik al zei, die moet je realiseren dat de resolutie niet bepaald wordt door de resolutie van de camera, maar door de optische eigenschappen van het licht, dan hebben we hier dus 6 pixels van 2 bij 2 millimeter. Dus het is een gebied van ongeveer 6 millimeter in doorsnee wat we hiermee afscannen. En deze meting kunnen we doen in een paar seconden. En dit is klaar. En het protocol voor de Medische Ethische Commissie is goedgekeurd. En na de coronacrisis hopen we hiermee snel aan de slag te kunnen. Maar er is ook nog een tussenoplossing. En dat is namelijk dat we dat operatiepreparaat, wat we nu 6 keer als een kubus imagen, dat we dat in een automatisch systeem snel imagen. Hè? En dat doen we dan onmiddellijk na resectie. Hopelijk gaat dat zelfs nog iets sneller als die paar minuten die we daar met de hand voor nodig hadden. En dat gebeurt in de operatiekamer naast de patiënt. En dus daar zijn we nu bezig met een firmaatje in het boven Delft om daar een mooi automatisch scanningssysteem van te maken, zodat dit volautomatisch gebeurt. En dat is inderdaad een mooie tussenoplossing. Nou, dit is dus een project, een verhaal wat hier eindigt. En ik zou zeggen, volg het college over een paar jaar nog eens, want dan hebben we verdere resultaten. Dit gaat elke dag weer een stukje verder. Maar je ziet dus dat hier heel veel applicaties zijn van elastische verstrooiingsspectroscopie. Veel medische applicaties op consumentenniveau. Er zijn al apps waarmee je met je mobiele telefoon naar je sproeten kunt kijken. Die een inschatting maakt van wat daar in het weefsel gebeurt. En dat is niet een hele betrouwbare app, maar het is wel een app die je kan helpen om te beslissen of je naar de huisarts moet of niet. En ook de huisarts die krijgt heel veel moeilijke dingen te zien, terwijl hij helemaal geen specialist is in bepaalde aandoeningen. En dit soort toepassingen kunnen een huisarts enorm helpen om een snellere en betere analyse te doen. En als je dan bij het ziekenhuis komt of een diagnostische kliniek, dan zijn er allerlei diagnostische procedures die we hiermee kunnen verbeteren. Dus je hebt al gezien door biopsie naalden. Maar ook endoscopie. Er wordt heel veel endoscopie gedaan en dan wordt er in feite met een RGB-camera gekeken. Waar zullen we eens een stukje weefsel weghalen? Is het hier wel pluis en wat zou ik weg moeten halen? En dat kun je dus met elastische verstrooiingsspectroscopie enorm van kwaliteit verbeteren. Je kunt dus die biopsieën sturen, maar je zou zelfs kunnen denken aan een complete optische diagnose. Dus we halen geen weefsel meer weg.
See and Treat heet dat met een sexy woord in de medical device branch. Dus je gaat niet nog eens een weefstukje weefsel weghalen en 3 dagen wachten of een week voordat die pathologisch bedacht heeft wat het is. Als je spectroscopisch systeem zegt dat het niet pluis is, dan zet je er meteen het mes in. Dat moet natuurlijk allemaal wel goed gevalideerd worden, maar dat zijn opties die denkbaar zijn. Verder is er natuurlijk ook voor therapie, in de therapie een weg weggelegd voor elastische verstoringsspectroscopie. Je kunt zoals tijdens de operatie, tijdens chirurgie, kijken waar het zit, kijken of er nog meer zit. Maar je kunt ook therapie monitoren, je kunt de procedure evalueren. Gaat het goed? We hebben het nou over chirurgie gehad, maar je kunt ook bijvoorbeeld kijken met chemotherapie. Is de tumor al weg? Hoeveel van het spul zit er nog van het chemotherapeutische spul? Je kunt de follow-up monitoren van hoe herstelt het weefsel zich? Komt er weer, groeit er weer een tumor terug? Dat zijn allemaal opties die denkbaar zijn. En nou, waar je bijna, althans ik, omdat ik daarop gericht ben, bijna dagelijks van hoort, zijn allerlei niet-medische applicaties. Daar zitten wat sterke verhalen tussen. Maar ik weet dat bedrijven bezig zijn om met hyperspectrale camera's om het aantal calorieën van jouw bord eten te bepalen. Ik weet dat er fruitgroente- en fruitimporteurs bezig zijn met het sorteren van avocado's. Welke moeten meteen naar de winkel? Welke kunnen nog even bewaard worden? Welke zijn nog groen genoeg om nog naar Noorwegen door te sturen? Welke moeten echt binnen de kortste keren verkocht worden, omdat ze anders weg moeten? En ook het monitoren van de omgeving is hyperspectrale imaging al heel lang van belang. Er staan al heel lang hyperspectrale camera's op satellieten om droogte en toestand van bossen te bekijken. En je zult zien, zeker met die coronacrisis, er zijn ook al een aantal toepassingen in de beveiliging. Kijk of mensen koorts hebben, doe je met een thermocamera, kan met een thermocamera. Maar je kunt ook op andere manieren kijken. Je kunt leugendetectoren die kijken naar de doorbloeding van je gezicht bijvoorbeeld. Kortom, zeker met de volstrekt laagdrempelige kunstmatige intelligentiesoftware van tegenwoordig, denk ik dat er de komende 10 jaar enorm veel van dit soort toepassingen gaan ontstaan. En er zullen wat neppers tussen zitten die wat minder goed zijn als we denken. Maar als we allemaal kritische consumenten blijven en goed blijven kijken naar de biomedische optica van het probleem, dan denk ik dat dit een enorme waarde kan hebben voor de maatschappij. Nou, hier